Madeleine en Marleen, net Europese kampioen geworden. Gefeliciteerd. Hoe heb je die finale beleefd, Marleen? Hoe heb ik hem beleefd? Nou, het begon een beetje gespannen aan de finale. Het was een beetje nog verkrampt, maar ja, op een gegeven moment zijn we wat losser gaan spelen en gewoon gaan genieten dat we aan het spelen waren. En ja, toen ging het echt stukken beter. Marleen, het was eigenlijk helemaal niet spannend, hè? Nee, maar ja, zoals Marleen zei, in het begin begonnen we verkrampt en we vonden echt een beetje dat we moesten winnen. Want ja, uiteindelijk zijn we het betere team op de ranking. Maar ja, toen zeiden we ook gewoon genieten en gewoon spelen. Ja, en dan zie je gewoon dat uiteindelijk dit moment, wij hebben het vaker ervaren en dat we gewoon beter waren. Marleen, jij hebt al eens Europese titel gewonnen. Voor jou zit de eerste Madeleijn. Wat betekent dit voor jou? Ja, echt gewoon super gaaf. Ik weet nog dat ik tegen Marleen zei van, ja, je hebt er al een, maar ik wil er ook een hebben. En ja, ik weet niet, we hadden gewoon nog, tot de aanloop van dit toernooi ging het nog niet helemaal zoals we wilden. We hadden echt ups en downs, maar we hebben er zo hard voor gewerkt samen ook. En ja, ik denk dat dit ons vijfde toernooi samen is en dan al Europees kampioen is, echt gewoon geweldig. Ja, want dit jaar was eigenlijk bedoeld om te investeren. En het is wel heel snel gekomen, hè? Succes Marleen. Ja, zeker. We hadden inderdaad verwacht een nieuw team. Dus je weet niet hoe lang het gaat duren voordat je echt helemaal op elkaar bent ingespeeld. Maar ja, bij ons komt het... Ik denk dat we nog steeds veel beter kunnen nog. Maar ja, nu al Europees kampioen. Dat belooft wat voor de toekomst. En wat kunnen jullie nog bereiken in de toekomst? Ja, we gaan natuurlijk voor Rio. Ja, uiteindelijk... Dit is echt super gaaf. Ik ga er echt heel erg van genieten. Maar uiteindelijk werken we richting Rio. In 2016 willen we daar staan. Kunnen jullie even als laatste laten zien wat jullie net hebben gekregen?